Rip mijn medefloaties. Hey, mijn is een Nederlands woord. Mede ook. Big. Big is een woord. Dat is zeker. Big af, is af is een Nederlands woord. Big is een varken. I mean, varken. Sure. Oké. Oké, deze set zijn er geen verliezers. Ja. Want dit is gewoon cool. Keep dreaming, pal. Dat was een heel goede angle van Guus. En slecht van Skillblow eigenlijk dat hij dat niet coverde. Jammer. Oeh, ja. Hij moest throwen, anders kreeg ik een mash-out van Jimmorsa. Correct. Ik ben vooral benieuwd hoe MVZ zich hier gaat ophouden. Want hij is wel omringd door 3-yard spelers, weet je. Dat is wel eng. Ik zou het ook eng vinden. Kan niet zijn oh, KP. Hij had niet zo moeten gaan. Hij moest hoger gaan. Ik moet een beetje dit krijgen alsof Skullboy en MVZ de power hebben om hun enemies te... Wat gebeurt hier? Wat was reverse UB was dat? De weak UB van Doc. Oh! Ramen noodles. Instant quick. Dude, good noodles. Die van de Unox. Ik wil niet zeg maar die guy zijn, maar ik vind die wel een goeie. Ik bedoel, het is een controversiële mening, maar smaken verschillen. Ja, precies. Weet je wat echt lekker is? Yum yum en dan eend. Ja, yum yum, prima. Prima. Ja, maar sommige van die smaken zijn een beetje, alsnog een beetje... Ik ben eigenlijk ook alleen maar een groente guy. Een veggies guy? Ben je healthy? Nee. Kun je na gisteravond niet zeggen, dat klopt. FZ, side B is geen recovery move in deze game. Ik dacht dat hij ultimate speelde. Af en toe. Ja, Kasper leeft wel, maar hoe gaat... Oh, mooi. Mooi, solid. Guus ja, Mr. Shine, jammer. Die spacey get-up attack is fire, man. Hij is gewoon... Hij is zo snel. Hij is snel, hij is lang. En hij is ook nog eens gewoon redelijk safe. Als hij namelijk op shield is, dan ben je alweer weg voordat ze je kunnen raken. Er zaten heel veel innuendo's in die zin die je net zei. Birds, half 3 man. Ik ben echt nog niet op innuendo tijd. Nog niet? Ah, dan ben je gewoon subconscious innuendo. Kasper won die trade. Dat was. Skillbo deed het gewoon niet zo goed. Wow, nou is MVZ ook dood. Ze hadden een lead red team, maar nu is het even. Ja, nee. Ongeveer. Ik snap niet dat Kasper gewoon op stage ging. Hij zou eigenlijk handig Guus kunnen saven. Oh, ik ben een voordeeltje. Side B. Je gaat van de ledge af. Kan ook. Je gaat drift naar achter en doet side B. Ja, je kan ook drift naar achter, double jump voor. Kasper haalt nog veel value uit die stok hoor. Hij dat is wel waar. Then again, het is wel een Marv tegen een Falcon, dus hij kan ook wel verdampen. Als hij niet uitkijkt. Maar ik ben banger dat Guus zo meteen op de stok krijgt. Oh, oké, never mind. Never mind, 1-0. Dat was echt een dikke ups. Komende. Disgusting. Zeg maar, Guus fuckte het door niet naar ledge te gaan. En dan te ledge daar zijn te smashen. En toen Kasper was zo van, oké, je bent te laat. Ik fix het voor je. Ik fix het voor je. Dat is die synergy. Ze weten het. Mooi. Dat is mooi om te zien. Ja, steady, weet je. Dat is wat de Marv doet in die relatie. Die is gewoon de papa, de verantwoordelijke. Wat je zegt met jezelf. Je komt door de helft. Ah, thanks. Ja, solid. GV9. Doe je ze in de magnetron. Ja, jij wil eten. Ik wil ook eten. Ja, maar kan niet terwijl je aan commentary zit. Dan gaan we allemaal smakken en shit. Ja, lastig. Zwaar. Kunnen we iemand vinden? Misschien? Nee. Ik blijf hier. Ik blijf hier niet. Gast. Ik ga weg. Ik ga verdwijnen, want ik moet eten. Anders ga ik straks nog bader. Hey, doei. Dag. Ik zie, zoek een tweede. Zoek een partner in crime. Goedemiddag. Het is nou gevonden. Heeft Fuse goed gedaan. Meanwhile, Blue Team alweer gewoon allebei de stocks van Red gepakt. In de tussentijd. Wow, maar Skullboy is die C-stick aan het wiggelen met een vengeance. Goeie save van Jim Morrison. Wow. Oh joh, iedereen is gewoon, dat is gewoon een grote pile van bodies die elkaar aan het aanvallen zijn hier, man. Oh, dat
moet echt een free knee zijn voor MVZ, maar hij mist hem te vroeg. Oké. Vuistje in het gezicht. Wow, dat was bijna getippeld daar, Skillbro. Toch een goede stage dreamer voor Red Team, denk ik. FZ, als hij hoog kan, hij wordt gestaged van Sunroof. En Doc ook, blijft lang leven. Is een beetje de corner in die uit. Ja, dat is true. Oh, slimme F-smash daar. Cover toch alles, weet je. Je kan er niet helemaal aan. FZ had een paar keer niet gemist. Misschien dat hij bij zichzelf denkt van, nou, dit covert gewoon alles sowieso. Dus Skullboy, helaas. Gemiddierd. Ah, oh, oeh ja. Gefalkend. Blue Team toch aan het langste eind. Gratis hit. Ja, dat is al een aantal keer gebeurd. Met elkaar grabben. Ja, ja, nou, maar ook vorige, ook Motra en Tommy. Skill bro. Gaat hij doen. Haal twee keer een zieke comeback tegen Team Floaties. Ja, misschien, Tommy. Magistraal. Fair. Ja, de ververtje vinden op Kasper eigenlijk, dan is hij wel dood. Of hij is alsnog dood. Oh! Bijna geëdgecraft. Schrijft hij geen jump? Nee. En toch. Net op tijd, Jim Morrison met een quickie beertje. Denk je dat ze kunnen? Wil je een eerlijk antwoord of een bemoedigend antwoord? Oké. Houd maar entertainend. Nee, Skullbro is explosief. Dus ja, true, maar ik denk dat Kasper en Jumos iets te goed zijn voor MVZ om zijn Falcon op te los te laten. Sorry, ik zei het al, weet je, het is één PR speler. Nee, niet PR, tussen drie PR spelers. Ik toch rough. Oh, wat is vreemd, die cape. Die cape op de side. Ik gooide hem in een soort van knockdown, waardoor hij zo omhoog ging, viel en gewoon de voet in zijn gezicht kreeg van de downsmash. Ik zie een genoegzame gezicht op Friso. Die heeft één broodje gehad. Maar wel een flink broodje. Zijn eerste broodje van de dag. Oké, Jim Morrison dood. 79 kast. Ja, die tech die heeft hij wel. Oh, MVZ. MVZ wacht net te lang met. Ja, je ziet het aan zijn gezicht. Ja, dat was gewoon het aan onze stemmen. Dat was gewoon een foutje. Had niet moeten gebeuren. Oeps. Ja, de cape. Ja, cape. Ja. Soms dan kun je als Fox gewoon niet omheen. De counterplay daartegen is of de wall right of de rechts omhoog. Nou, tegen die cape misschien, maar Doc cape gaat een stukje onder de stage, hè? Ja, maar als je recht omhoog gaat. Oh, recht omhoog? Nee, maar voor de wall right bedoel ik. Oké. Oeh, perfect. Ja, kijk, dus dat was die high angle die over de cape gaat. Het is een soort guessing game, weet je. Als Doc zegt van je gaat laag en hij gaat ook laag, dan cape die altijd. En als hij zegt je gaat hoog, dan word je ook gecaped. Maar als je het fout hebt als Doc, dan komt Fox gewoon terug. Allebei dood. We gaan ze een zieke save doen. Ik weet niet waar de fuck Kasper voor ging, maar het was vast heel cool. Goede bedoelingen waren gezien.
Ja, maar nou, weet je, red team. Ik bedoel, ja, ik bedoel. En NVZ gaat... met zijn hexdashes, joh. Hij staat zo goed in. Oh, oh, die cape, ja hoor. Paar kekke gimpjes van Skullbro op Jim Morrison. Oeh, oh, hij koffert alles. Jim Morrison met die bekken. Ik dacht NVZ is dood. Maar nee, hij miste de shine. Ik vind het grappig dat, om te zien dat NVZ toch die, al die side B's en zo krijgt. Kijk. Goeie knee. Iemand edge pakken? Klinkt clean. Clean. Oké. Okay. 2-1. Team. Kunnen ze het nog een keer doen? Breintje. De Brabant, de laatste Brabant is in bracket. Die hun home turf hier aan het defenden zijn. Oh, ik zie nu dat er in de streamtitle Revival of Barband staat en niet Brabant. Dat is een grapje voor de Fransen. Maar ik zal hem fixen nu dat iemand erachter wat is. Wat is Barband dan? Barband is saai. En dat verklaart waarom we 18 viewers hebben en geen 180, Flerk. Ja, misschien zit ik mezelf... Zet je YouTube link in je YouTube channel in je description. Zit er ook. Oh shit, allebei dood. Nee, want FZ doet geen, had gewoon nu moeten doen. Het is wel een goede F-smash van Skullbro, dat hij die vond. Oké. Deze stage is wel goed voor Blue Team, maar ik denk ook niet zo slecht voor Red Team. Want als Skullbro nou een voordeel raakt, dan gaan er gewoon kills van de top komen. Oh, tripped hem up. Oké, dat bedoel ik. Ik bedoel, nou, voordeel op 150 kilt ook wel overal. Oké, NVZ niet doodgaan nou. Hij gaat wel damage tanken. Oh, gaat hij terug kunnen komen? Ja. Skullbro met de save. Quick save. Oh, en verzet krijgt bijna de knee op Kasper's recovery. Oké, wat gaan ze hiervan maken? Goede tech van Jim Morrison. Goede drift back over de back heen. Iedereen komt terug. Back to commentary. Wow, maximaal voor die knee in MVZ. Ik weet even afgeleid hoor. Kan gebeuren. Oh, het is gewoon net te vroeg met de cape helaas. Maar wel de goede, had een goede read, maar net een mistime. Oh, en helaas MVZ vastvalt naar die backer. Hij dacht misschien dat hij op stage kwam ofzo? Ik weet niet. Nou kan Jim Morrison terugkomen. Kan Kasper hem redden. Dat is unsafe. Oh, dan zijn ze allebei. Wat een stomp van MVZ. Stompzinnig. Nu. Ah, dan komt even Skullbro helpen. Wel lekker een schildje staan. Oké, dat was denk ik een Shine of the Shield. Ja, dit moet een kill zijn, ja. Gewoon 2-2. Okay. Brabant. Oei. Haha, oh ja, dat is wel waar. Dat is wel, ik vind die wel grappig. Die vond wel grappig. Ze schijnen een feestje te hebben gehad. Ja, nogal. Friso was er ook een van de slachtoffers van. Game 5. Oké. De retour van Pokémon. De return to Pokémon. Oké, waar vorige keer het verschil werd gemaakt is dat Red Team een paar keer gewoon goede strong hits vond aan de edge, denk ik. En beide van Blue Team in een edge guard situatie tegelijkertijd bracht, waardoor ze heel veel damage konden racken. Kijken of ze dat nu weer lukt.
denk niet dat ze de percent game per se winnen. Toch, ik weet niet of ze vaak een neutral winnen. Kasper gevaar. Oh, goede roll-on joh. Ik dacht dat Skilbo wel de edge kon pakken daar, maar ik viel toch tegen. Oké. Okay. Jim Morrison, gaat hij terugkomen? Nee. Oké, okay, klaar. Ga maar weg. Doei. Nu Kasper. Oké. Okay. Threatening genoeg. Goede rol van Kasper langs die F-smash. Nu weer het. Ja, ik bedoel, het was heel cool. Oké, doei. Wel een stock trade. Wel jammer van de stock van FZ. Gelukkig halen ze er nog iets uit. Oh nee. Oh ja, een run off fair. Pak de double jump. Gemarf. Oh, maar een goede follow-up van MZ. Weet je, Red Team wordt al gepakt snel, maar ze pakken ook snel de stocks terug van Blue Team. Toch denk ik Blue Team. Bepaald zelfvertrouwen wel uitstraalt, wat Red Team niet heeft. Het lijkt een beetje paniekeriger. Zeker bij MVZ. Ja, gewoon als Falcon is het gewoon rough. Kasper en Jim Morrison zijn totaal op hun gemak. Oeh, de beste pills van Skullbro. Ja, ik kan MVZ ook niet zoveel tegen, helaas. Wauw, hij loopt hem gewoon down. Ja, oeh, MVZ had dan wel echt de edge moeten pakken eigenlijk. Ik moet wel zeggen, Team Rood is knallend. Ja, ze zijn knallende, zeker. Goede drift back van MVZ. Gaat Kasper nog een keer dood, of niet? Een terugdrijf. Een terugglijd. Okay. Ja, zie ik een safe van Skull, bro. Wauw, wat een... Oeh, Jim Morrison kilt zichzelf. Oké, MVZ is wel super high percent. Ja. Dus hij zou dood kunnen gaan, moet Skull blijven leven. In plaats daarvan gaan ze misschien allebei... Nu gaan ze allebei dood. En ik heb Skull bro kleurtjes zien maken. Maar ik weet niet of dit team... Dat gaat lukken. What's up, man? Ik word joined bij Resident International Commentator. Yo, what's up? International. Valt ook wel weer mee. What's up? Bekend van Wave Sea Pools van Valhalla. Ik kom net perfect binnen om Skullbro kapot gemaakt te zien worden. Maybe? Maybe not. Hij kan het doen. Dit moet de clutch worden. Hij kan het doen. Twee keer gedaan tegen Mothra en Tommy N. Hij heeft het ook gedaan tegen mij. Dias, jullie hebben verloren van... Ja, nou, dat komt omdat mijn controller het niet deed. Ik had 2 SD's in 1 game, 0%. Oké, maar deze game boom, hè? Dit kan gewoon, hè? Nah, hij leeft nog. What the fuck? Kan, hè? Gewoon hangen. Oh, kutpillen. I know. Fair enough. Oké. Fair enough. En onze helden gaat eronder. Zijn dat je helden? Dat waren de laatste Brabanders. Ah, Brabanders. Brabanders in het Brabantse. Beetje nationalisme in... Absoluut, hè? In deze.